Het geheim van schoonheid. In de natuur kun je veel vormen en patronen ontdekken. Heb je wel eens een zonnebloem van dichtbij bekeken? Viel je daar iets bijzonders aan op? Als je goed kijkt kun je hier verschillende spiralen in ontdekken: 21 linksom en 34 rechtsom. Mooi hè? In de natuur zie je deze spiraalvorm overal terug. Deze dennenappel heeft 8 spiralen rechtsom en 13 spiralen linksom. Een rode kol heeft er 3 en 5. Deze plant heeft er ook 3 en 5. En een ananas 8 en 13. En zo kunnen we nog wel even verder tellen. Er zijn bloemen met 3, 5, 8, 13 of zelfs 21 bloemblaadjes, die allemaal even mooi in verhouding tot elkaar staan. Er is iets speciaals met deze getallen uit de natuur. Het zijn namelijk allemaal steeds dezelfde cijfers. Het lijkt wel een wiskundig systeem. Als je al deze getallen achter elkaar zet, vormen ze een wiskundige rij. Want elke twee opeenvolgende nummers vormen bij elkaar opgeteld het volgende nummer. Kijk maar: 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8. Het lijkt wel magie. We kunnen deze wiskundige rij uittekenen in vierkantjes van 1 bij 1, 2 bij 2, 3 bij 3, 5 bij 5, 8 bij 8 en ga zo maar door. Als je daarna een boog tekent van de ene naar de andere hoek, ontstaat er weer die spiraalvorm die we overal in de natuur tegenkomen. Al deze vierkanten hebben een verhouding van 1 op 1,6. Dit noemen we de Gulden Snede. Het getal 1,6 ontrafelt misschien wel het geheim van schoonheid. Maar wat gebeurt er wanneer je de regels van de Gulden Snede toepast op een schilderij? Er waren kunstenaars, zoals Salvador Dali, die hiermee aan de slag gingen. Ze waren ervan overtuigd dat je zo een beeldschoon schilderij kon maken. Salvador Dali maakte dit schilderij. Mooi hè? Er zijn mensen die zeggen dat de Guldensnede in bijzondere schilderijen of bouwwerken te zien is. En dat we het daarom mooi vinden. Volgens anderen is dit niet waar. Zij denken dat de Guldensnede overal wel ingezien kan worden. Ook als de verhouding eigenlijk helemaal niet klopt. Neem bijvoorbeeld de Mona Lisa, een beroemd schilderij. Sommigen zien hier de Guldensnede in. Maar hoe zit het dan met de rest van het schilderij? Dat past niet. En bij deze Griekse tempel? Volgens sommigen is de gulden snede duizenden jaren geleden al gebruikt bij dit bouwwerk. Maar waarom worden deze traptreden dan niet meegeteld? En wat vind je van dit moderne gebouw? De architect gebruikte de gulden snede bij het berekenen van de hoogte van de muren, de grootte van de kamers en de plaats van de pilaren. Is het hierdoor mooi geworden? De beroemde schilder Mondriaan beweerde juist dat hij niet de gulden snede heeft gebruikt. Maar toch kun je het terugvinden in zijn werk. Toeval? De vraag is of we met de gulden snede, en dus met wiskunde, schoonheid kunnen creëren. Of dat er veel meer mee speelt. Is schoonheid wel in getallen te vatten? Wat denk jij?